The Day After Tomorrow. Luister even naar deze quote. I think we're on the verge of a major climate shift. Een grote oceaanstroming komt in deze film stil te liggen en zorgt voor een nieuwe ijstijd. Ja, dit gebeurt alleen in films, toch? Nou, niet helemaal. Misschien heeft deze film wel een vooruitziende blik gehad en wordt het klimaat in een deel van de wereld totaal anders. Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat de huidige klimaatverandering mogelijk voor een veel kouder klimaat in Europa kan zorgen. En ook andere delen van de wereld gaan er klimatologisch heel anders uitzien. Wat zouden de gevolgen zijn voor Nederland? En binnen welk tijdsbestek kan dit al gebeuren? Regionaal wel een nieuwe ijstijd. It will only get worse as we change our climate system further. Like 4 degrees per decade. It's shocking. Om dit onderwerp beter te begrijpen, gaan we eerst even een aantal begrippen langs. De golfstroom, de Atlantic Meridional Overturning Circulation, oftewel AMOC, en de thermohaline circulatie. Allerlei grote oceaanstromen die ook een grote invloed hebben op ons weer. Maar door de opwarming van de aarde worden deze stromingen mogelijk verstoord. De golfstroom is een warme zeestroom die langs de Amerikaanse oostkust stroomt en Europa een relatief mild klimaat geeft. Het is een oppervlaktestroom die weer deel uitmaakt van een groter systeem, de AMOC. De AMOC beschrijft de beweging van het oppervlaktewater dat van de evenaar naar de polen stroomt en weer terug, zowel aan de oppervlakte als diep in de oceaan. Als het warme water van de golfstroom naar het noorden reist, koelt het af, wordt het zwaarder en zinkt, waarna het als een diep waterstroom terug naar het zuiden beweegt. En dan nog de thermohaline circulatie. Een wereldwijd transportbandsysteem van de oceaan, waarvan de AMOC dan weer een belangrijk onderdeel is. Thermo betekent temperatuur en haline betekent zoutgehalte. En deze circulatie kan bestaan door de verschillen in temperatuur en zoutgehalte, wat dan weer de dichtheid van het zeewater beïnvloedt. Koud en zwaar water zinkt en stroomt langs de oceaanbodem, terwijl warmer en lichter water aan de oppervlakte stroomt. Kortom, de golfstroom brengt warm water naar het noorden, die dan weer deel uitmaakt van de AMOC en de nog grotere thermohaline circulatie. Het is als een natuurlijke klimaatregelaar die ervoor zorgt dat het klimaat en weer in Europa leefbaar blijft. Heel fijn, maar die oceaanstromen die beginnen dus wat wankel te worden. We baseren ons nu vooral op deze drie onderzoeken. Eén uit Denemarken van vorig jaar, eentje uit de VS en eentje uit ons eigen land van de Universiteit van Utrecht. Kan je vinden in de beschrijving. En in dat laatste onderzoek staat dit. This is bad news for the climate system and humanity. Wat staat er te gebeuren? Kort gezegd, de kans dat de AMOC binnen afzienbare tijd stil komt te vallen is volgens nieuwe inzichten in de wetenschap gestegen. Volgens nieuw onderzoek vanuit Denemarken gebeurt dat al rond het midden van deze eeuw. Met natuurlijk nog enige onzekerheidsmarge, maar dat is dus al over zo'n 25 jaar. Terug even naar die AMOC. De motor van deze oceaanstroming wordt aangedreven door verschillen in dichtheid van het zeewater, die dan weer het gevolg zijn van verschillen in temperatuur en zoutgehalte. Koud en zout water zakt nabij Groenland naar de diepe oceaan en is een belangrijke drijvende kracht van deze circulatie. De AMOC is de laatste 100 jaar al vertraagd, met tot gevolg dat er minder warmte naar het noorden wordt gevoerd. Belangrijk bewijs is deze koude regio op de temperatuurkaart. Terwijl de hele wereld opwarmt, zien we juist een afkoeling op een deel van de Noord-Atlantische Oceaan. Precies waar de AMOC normaal heel veel warmte afgeeft. Waarom dit precies gebeurt, daarover wordt nog veel gespeculeerd. Wetenschappers denken dat het extra smeltwater van Groenland door klimaatverandering daar een rol in kan spelen. Het zoutgehalte neemt dan af nabij Groenland doordat zoet smeltwater de oceaan instroomt. Oftewel, het zoete water zorgt ervoor dat het oceaanwater minder zout wordt. Daarmee wordt de dichtheid van het water lager, kan het moeilijker naar de bodem zinken en dat heeft dan weer een verzwakking van de AMOC. Dat effect is nu ook al te zien, want precies op de locatie met die lagere temperaturen zien we dat het zoutgehalte afneemt. Tegelijkertijd zien we juist dat in de subtropische Zuid-Atlantische Oceaan het zoutgehalte toeneemt. En de combinatie van deze twee factoren maakt het bewijs een stuk sterker dat de AMOC sneller een kantelpunt bereikt dan eerder gedacht. Interessant is ook nog dat de modellen wat lijken achter te lopen ten opzichte van de realiteit. De temperatuurafwijking op de Noord-Atlantische Oceaan is in de modellen nauwelijks aanwezig.
terwijl de observaties toch echt anders laten zien. Maar goed, wat zijn dan de precieze gevolgen van het stilvallen van die amok voor het weer in de wereld en in Nederland? Op basis van het onderzoek uit Utrecht wordt het kouder. Flink kouder zelfs. De modellen laten de volgende temperatuurafwijking zien wereldwijd. En daarin zien we voornamelijk dat het noordelijk halfrond sterk afkoelt. In 100 jaar tijd koelen sommige regio's wel 5 tot 10 graden af. En met name in de wintermaanden is de afwijking enorm. In bijvoorbeeld Amsterdam en Londen koelt februari in zo'n 100 jaar tijd 15 graden af. Nu is februari gemiddeld zo'n 2,5 graden in Nederland, maar dat zou dan zo'n min 10 graden zijn. In dat geval is het niet de vraag of we een Elfstedentocht krijgen, maar hoe vroeg in het seizoen dat al gebeurt. Het geert on. En in het westen van Noorwegen daar gaat de temperatuur zelfs zo'n 25 tot 35 graden omlaag, echt nauwelijks voor te stellen. Toch zitten er wel een aantal haken en ogen aan dat Utrechtse onderzoek. De gebruikte CO2-waarde staat op zo'n 280 parts per million. Een waarde van het pre-industriële tijdperk. En dat is inmiddels eigenlijk al achterhaald, want de meest actuele waarde wat CO2 betreft is 430 en stijgt waarschijnlijk nog wel verder door. En je kent het verhaal inmiddels wel, meer CO2 betekent meer warmte die in onze atmosfeer wordt vastgehouden met mogelijk nog een verdere temperatuurstijging tot gevolg. Hoe koud Europa precies wordt zal afhangen van de hoeveelheid extra zeeijs dat gevormd kan worden rondom de Noordpool en hoe zuidelijk dit zeeijs zich kan gaan vormen. Meer zeeijs betekent meer weerkaatsing van zonlicht met een kouder klimaat tot gevolg. Door dat koude klimaat wordt er weer meer zeeijs gevormd, met kouder weer tot gevolg, etc. etc. En zonder deze versterkende terugkoppeling zal de afkoeling waarschijnlijk veel geringer zijn. Wat een verhoogde CO2-concentratie dan wel voor effect zou hebben? Daar hebben onderzoekers uit de VS even naar gekeken. Zij onderzochten een scenario met een hogere CO2-concentratie in de atmosfeer. En dan begint die temperatuurkaart er toch wel wat anders uit te zien. Opnieuw een grote regio met veel lagere temperaturen, maar deze bevindt zich wel een stuk noordelijker. En andere delen van de wereld warmen juist sterk op. Wij liggen eigenlijk precies op de grens met warme lucht in Zuid-Europa, koele lucht in Noord-Europa, grote temperatuurcontrasten en dat zou bij ons wel eens extreem weer op kunnen leveren. Wat het weerbeeld gaat doen in de winter is nog onzeker. Langdurige periodes van droogte met koud weer worden afgewisseld door onstuimig weer met zware stormen die overtrekken en die ook landinwaarts krachtiger kunnen uitpakken door een versterkte straalstroom. En wanneer er dan neerslag valt, is het door dat koude weer ook vaker in de vorm van sneeuw. En de zomers? Daarvoor pak ik even de weerkaart erbij van de zomer van 2015, want dat zou wel eens de standaard kunnen worden. Een sterk lage drukgebied op de Atlantische Oceaan werkt als een soort pomp om warme lucht naar het centrale en zuidelijke deel van Europa te brengen. Het gevolg? Op veel van deze plekken een hittegolf met maxima oplopend tot wel 40 graden. Destijds was de Atlantische Oceaan het koudst sinds het begin van de metingen in de 19e eeuw. En onderzoek laat zien dat het aantal hittegolven in Europa 3 tot 4 keer sneller toeneemt dan in andere regio's op het noordelijk halfrond. Mogelijk door veranderingen in de straalstroom, beïnvloed door een sterker lage drukgebied op de oceaan in de zomermaanden. Met Nederland op de grens van hete en koele lucht zal het weer in ons land sterk afwisselend zijn, met toenemende extremen in zowel temperatuur als weerbeeld. Welk effect het stilvallen van de amok dus precies heeft, is nog wat onzeker, maar een grote verandering in ons klimaat is waarschijnlijk. Als we CO2 in onze atmosfeer blijven pompen, kan de opwarming in delen van de wereld juist zorgen voor een kouder klimaat, paradoxaal genoeg. Toch zijn er ook al echt tekenen dat de uitstoot de top begint te bereiken. Dus kan dat de opwarming en daarmee de verdere verzwakking van de amok vertragen en mogelijk stoppen. Er valt nog veel meer te vertellen over dit onderwerp en misschien gaan we dat ook wel doen in toekomstige video's. Abonneer daarvoor even op ons kanaal om geen video te missen en dan ga ik nog even de film afkijken. Tot de volgende. Jack, all you have is a theory. Well, then give me the mainframe and let me prove it. No.